Het Surinaams Olympisch Comité, het SOC, heeft twee campagnes gelanceerd. Namelijk een bewustwordingscampagne over seksueel molest in de sport en een promotiecampagne van vrouwelijke topatleten. De bedoeling van deze campagnes is onder andere dat problemen met betrekking tot seksueel molest binnen de sport uit de taboesfeer gehaald worden. Ik vind het goed, reden waarom. Het kan zijn dat er iets gebeurt binnen de groep, maar de persoon is bang om het te bespreken met een ouder of wat dan ook. Dus ik vind het goed dat ze het hebben gedaan. Dan kan de persoon gewoon het gevoel hebben van, als ze dat hebben gedaan, kan ik het bespreken met mevrouw Kierti bijvoorbeeld. Of ik kan het bespreken met iemand van het SOC. Dus ik vind het wel een goed idee. We hebben de laatste periode, de laatste maanden, vaker berichten gelezen in de krant over seksueel molest. En het zit ons niet lekker. Niet alleen dus ons als Olympisch Comité, maar eigenlijk als sportgemeenschap zit het ons niet lekker. Wat we toen hebben gedaan is nadenken over hoe we dit moeten aanpakken. En we kwamen al heel gauw tot de ontdekking dus dat het grootste probleem in deze hele situatie is eigenlijk die taboesfeer. Dat heeft niet alleen met de sport te maken, maar ook met vele andere aspecten van die samenleving, waarbij dus seksueel molest niet makkelijk aan het licht komt. Dus wat wij hebben geprobeerd middels deze campagne is in ieder geval dat probleem bespreekbaar maken. Dat is één doel. Een ander doel is dus dat wij de rol van vrouwen in sport willen verbeteren. Wij zijn sinds vorig jaar, januari, bezig met het voorbereiden van actieplannen, van en formuleren van beleidsvisies met betrekking tot vrouwen in sport. En daarbij krijgen wij dus heel veel assistentie van onze moederorganisatie. Dat is het Internationaal Olympisch Comité. En wat wij dus toen gedaan hebben, is langzamerhand een aantal acties voorbereiden en kijken of die werken in de praktijk. Nou, een heel jaar dus lukte dat niet echt goed. Wij hebben dus toen de strategie aangepast. En ja, dit jaar dus, eigenlijk vorige week zijn we gestart dus met die twee campagnes. Eén is vrouwen in sport en twee heeft te maken met seksueel molest. In Suriname zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Maar dit zien we niet terug in de sport. Daar hebben we meer mannen als sporters, maar ook meer mannen in sportbesturen. Laten we dit veranderen. Steun onze meisjes, steun onze vrouwen. Stimuleer ze om te sporten, maar stimuleer ze ook om in sportorganisaties en sportbonden terecht te komen. Wat wij dus op dit moment doen, is binnen ons netwerk de informatie verspreiden. En dat gebeurt primair via social media. We hebben ook WhatsApp-groepen om dus de boodschap over te brengen. Maar concreet dus zijn er twee dingen. Wij proberen dus om de flyers en onze posters zoveel als mogelijk op de sportlocaties te brengen. Dus gewoon fysiek zichtbaar maken. Maar ook digitaal. Dus hoe noemen ze dat ding in populaire termen? It has to go viral. Viraal verspreiden. Wat we ook daarna doen is zijn publieke lezingen en discussies. We hebben op dit moment wij hebben al voorbereid een lezing. Dat gebeurt dus door de Vereniging van Sportjournalisten. Zij organiseren een lezing op 30 april over seksueel molest in de sport. En er komen nog andere praatprogramma's. We proberen ook wel discussies met sporters zelf te organiseren. Als wordt gesproken over seksueel molest, wordt vaak gedacht aan seksueel molest tegen vrouwen. Algo geeft aan dat het niet alleen om vrouwen gaat. Het gaat absoluut niet alleen om vrouwen. Het gaat om sporters. En misschien moet ik dit goed toelichten. Wanneer we praten over seksueel molest in de sport, dan praten we over een groter kapstok. Dat is dus veiligheid van atleten. Nou, veiligheid staat hoog op de agenda van onze moederorganisatie. We hebben in februari 2018 een toolkit gekregen van onze moederorganisatie. En in die toolkit staat er gewoon heel simpel weg van: luister, Nationale Olympische Comité's,
Dit is wat wij als internationale organisatie hebben samengesteld. Dit zijn enkele richtlijnen. Maar gaan jullie aan de slag? Proberen jullie die richtlijnen aan te passen aan dus jullie eigen context? Kijk naar dus je wetgeving, kijk naar jullie, naar jullie capaciteit, kijk naar jullie cultuur, kijk naar jullie change agents. En wij proberen dus eigenlijk sinds eind vorig jaar deze toolkit aan te passen. En op dit moment hebben we dus input gekregen van onze lidbonden. Van luister, laten we het zo aanpakken. Dus seksueel molest in de sport is maar een aspect van veiligheid van atleten. En ik moet toegeven dus dat ik het kritische commentaar heb gekregen van heel veel personen, kritisch maar ook constructief, van luister, het feit dus dat er gerapporteerd wordt over vrouwen betekent niet dat mannen er geen slachtoffer van zijn. Misschien is het wel groter, maar het komt niet aan het licht omdat er geen klankbord is. Althans, een drempel, er is een hele hoge drempel om dat te rapporteren. En wij nemen dat ter harte, maar we hebben een strategie in mind. We beginnen eerst met datgene wat al zichtbaar is en op basis daarvan de opening te creëren, de opening te verruimen om dus het onderwerp bespreekbaar te maken. En we hopen dus dat met die gezamenlijke actie er geleidelijk aan een sfeer ontstaat in die sportgemeenschap om erover te praten. Ook onderdeel van deze campagne is om maandelijks een andere vrouwelijke sporter in de schijnwerpers te plaatsen. Voor deze maand is dat Moni Fadju. Zij doet reeds 4 jaren aan atletiek en heeft diverse medailles gewonnen voor Suriname. Nou, ik vind het wel goed, want dan kan je andere mensen motiveren om, laat zeggen, te komen sporten. Het is ook zo dat er weinig meisjes zijn die aan sport doen. Dus het zou echt goed zijn als een motivatie. Dus hoe moet ik het zeggen? Dus dat dit ze inspireert, zodat ze kunnen sporten. Ja, het zou echt goed zijn als er meer vrouwelijke sporters zijn. Ik ben 2 jaar achter elkaar junioren sportvrouw geworden. Ik heb 2 maal zilver behaald tijdens de Zuid-Amerikaanse Spelen. Dit is mijn 3e Karifta Games, dus ik vertrek dinsdag. Dus ja, dat is het aan mijn bij. Brons, chili. Ik heb echt een paar dingen behaald voor Suriname. Ja. Nou, in het begin was het like, je gaat twijfelen als je door gaat gaan of niet. Dus gewoon twijfelen als je vol gaat houden of niet. Dus dat is een beetje like, moeilijk voor mij. En sinds 2016 ja, begon het ietsje beter te gaan. Dus ik zag mijn vooruitgang tegen die tijd al. En ik geloofde toen al in mezelf van dat ik wat kan doen. Nou, mijn boodschap naar de vrouwen is dat ze niet moeten luisteren naar mensen. Ze moeten gewoon focussen op wat zij willen doen. Ik zeg het altijd, no pain, no gain. Als je wat wilt bereiken, moet je like, letterlijk veel dingen opofferen om dat te bereiken. En als je bereid bent dat te doen, geloof het me, kan niemand je wat zeggen. Niemand kan wat doen om je te zeggen van bijvoorbeeld, hey, nee, je moet morgen niet gaan trainen. Je gaat gewoon luisteren naar de persoon en doen alsof je de persoon niet hebt gehoord. Dus bij mij gaat het om dat de mensen gewoon moeten focussen op wat zij willen. Houtkap in Suriname is erg toegenomen. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft een bosinventarisatietraining georganiseerd in dit verband. 2 gemeenschappen, te weten Pokigrong en Pierre Kondre Kumbasi, hebben meegedaan aan deze training, welke gehouden is in het Stichting Jan Staarke Opleidings- en Ontspanningscentrum, ook wel bekend als Sanderij 1. We zijn hier met de mensen van SBB bezig met een training om te weten hoe wij dan om moeten gaan met onze bossen. Wel best op 10 zoekbaar, omdat met naar binnenland ook dan is dat bepaalde hoe dan een bepaalde systeem. Systeem. SWB is nu bezig met een programma dat we noemen SWIS. Een nieuw informatiesysteem binnen SWB, waarbij we eigenlijk willen gaan naar meer duurzaam bosbeheer in het land. En ook een betere informatiestroom willen we hebben over waar houtkap gedaan wordt en waar hout is op elk moment, omdat dat belangrijk is voor de legaliteit. En als je duurzaam bosbeheer wilt bereiken, is de eerste belangrijke stap de planning van de houtkap. Het is belangrijk om te weten hoe je een boom moet kappen. Aan wat moet je rekening houden. Er zijn een paar richtlijnen waaraan je moet houden. Omdat als je in het bos bent, kan je niet alle door kappen. Ja toch? Rekening houden dat je
bomen niet dik bij elkaar vellen, dan moeten we rekening houden met een 10 meter afstand. Je moet niet te dik bij een kreek vellen. Zeker minimaal 20 meter houden. Omdat als we die regels dan niet naleven, gaan we straks dan een hele erosie krijgen in Suriname. Dus we moeten ook daarmee rekening houden en we moeten die mensen ook duidelijk uitleggen waarom men die dingen moet doen. Dit project is speciaal bedoeld voor de betrokkenheid van gemeenschappen in het proces. Dit door het versterken van de capaciteit van gemeenschappen om toezicht te houden op houtkapactiviteiten in hun gemeenschapsbos. Het algemeen doel van dit project is om geschikte methoden en technieken te testen om community-based concepten van basismonitoring in gemeenschapsbossen in Suriname te introduceren en om bosbeheer van gemeenschapsbossen te verbeteren en de duurzaamheid van de bosproductie te waarborgen. Maar wat ook vaak het geval is, is dat er derde partijen werken in hun concessie of in hun gemeenschapsbos die houtkap doen voor hun. En het is dan belangrijk dat de gemeenschappen ook begrijpen als iemand in hun gemeenschapsbos werkt, werkt die persoon wel op een duurzame manier of niet? En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van die training. Nu zou je bezig te leren hoe en, bijvoorbeeld bomen te veilen, hoe we dan onze bossen ook, mensen zeggen iets van duurzaam. Ja, dus onze bossen moeten we duurzaam houden. En dus we zijn bezig te leren hoe wij dan niet op een nette manier moeten omgaan met onze bossen. Zeer belangrijk, omdat wij in het dorp Pierre Condre Combassie ook zo'n gemeenschapbos hebben. En als gemeenschap wil je ook jouw bos behouden. En je zal ook erop toezien dat men op de juiste manier dan te werk gaat en, dan men, en dat men geen kalkap doet. Wat wij doen is een, wat we noemen een bosinventarisatie, waarbij we dus voordat er houtkap plaatsvindt, moet iemand die gaat vellen eerst helemaal in kaart brengen in een gebied welke bomen er voorkomen en welke bomen ze gaan vellen. En pas als ze die kaart hebben ingediend met elke boom die ze geïnventariseerd hebben, kunnen ze naar SOW toestappen en zeggen van wij willen deze boom vellen, kunnen wij toestemming krijgen. En pas als ze toestemming hebben gehad, mogen ze de houtkap doen. En het is belangrijk om te weten waar die bomen zijn, omdat er rekening gehouden wordt met heel veel factoren. Bijvoorbeeld, mensen mogen geen bomen vellen als het in een kreek gaat vallen, als het te dicht bij een kreek is, omdat dat heel slecht is voor de waterloop van het bos. Mensen mogen geen bomen die klein zijn vellen of die te jong zijn. En daarom is het dus goed dat ze een planning hebben van tevoren. Zodat wij ze ook kunnen corrigeren en zeggen van, maar deze boom die je hebt geselecteerd is eigenlijk veel te jong om te vellen. En het is niet duurzaam voor het bos als we alle kleine bomen gaan vellen. Dus dan geven wij richtlijnen en wij begeleiden degene die houtkap gaan doen dan. De bosinventarisatietraining is een samenwerking tussen de SBB, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, REDD+ en FAO. De training zal 5 dagen duren en er zal na een maand een vervolgtraining volgen.